was dit een stad gebouwd door Abd al-Rahman al-Nasir op zo'n 8 kilometer afstand van Córdoba City. Als een paleisstad om delegaties te ontvangen, om zijn kabinet in te huisvesten. En het heeft heel veel ontvangstzalen waarin buitenlandse delegaties werden ontvangen. En zoals net ook al werd gezegd, werd er een specifieke route uitgestippeld voor delegaties om eerst het indrukwekkende Zahra te zien, alvorens zij aankwamen bij het hof van de khalifa, waar hij dan uiteindelijk zijn delegatie zou ontvangen. Hier in het huis van Ja'far al-Mansur al-Mishafi. Al-Hajib noemen we dat. Wat is al-Hajib? Het is een bijzondere politieke functie. Als je goed luistert naar al-Hajib, zit het woordje hijab zit erin. Wat betekent hijab? Hijab is het afdekken van iets. Nou, al-Hajib is eigenlijk degene die de khalifa afdekt. Een soort beschermer die de eerste linie is waar jij komt met jouw klachten, met jouw verzoeken voor de khalifa. Dus we zouden het eigenlijk min of meer kunnen vergelijken met een eerste minister. Dus een soort premier van het land. Jij bent de facto de leider van het land. En de khalifa zit daarboven natuurlijk als zijnde degene die de grote lijnen uitstippelt voor het beleid. Maar het dagelijks bestuur valt in handen van de hajib. Dit was zijn woning. Hij had hier een aardig vertrek. Mooi huis zo midden hier in Medina al-Zahra. Dus iedereen dacht, waarom ik niet? En toen kreeg je de tijd die bekend zou komen te staan als Muluk Tawaif, de koningen van verdeeldheid. Iedereen deed een gooi naar de macht in Córdoba. En in dat proces, dat werd eigenlijk min of meer een interne burgeroorlog. In dat proces bestreed iedereen iedereen. En bij bestrijding hoort ook vernietiging van materiële elementen. Zoals in dit geval de Zahra of paleizen of plekken waar mensen zich verzamelen, etc.